Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van maart laten zien. Ik heb het mandje erbij gepakt, hij zit redelijk vol. En ik ga je laten zien welke producten erin zitten die ik dus heel erg fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn favoriete producten van maart, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met drie make-up remover pads. Het zijn hele grote pads van W7. Ze kwamen nog uit de kerstcollectie. Ik heb hier een rendier. Het is voornamelijk de verpakking die heel schattig is, want de pads zijn eigenlijk vrij normaal. De snowman en de Christmas pudding. Het handige is dat ze in een zakje komen die je kunt hersluiten, zeg maar, met zo'n zipper, waardoor je ze ook eventueel makkelijk mee zou kunnen nemen. Nou, zo zien de pads eruit. Ze zijn dus echt heel erg groot. Je hebt hier het label van W7. Deze heb ik toevallig ook gewassen. Maar zoals je kan zien worden ze helaas niet helemaal goed schoon in de was. Je ziet nog steeds make-up vlekken. Ik voel het ook gewoon nog steeds. Misschien dat ik hem eventjes nog een keertje moet wassen. Misschien even bij de handdoeken erin doen. Er staat helaas niet op hoeveel graden je ze kunt wassen. Nou, de snowman die is dan gewoon eigenlijk compleet wit. Dus niet heel bijzonder. En het rendier ziet er eigenlijk hetzelfde uit als die pudding. Kijk, die ziet er zo uit. Het zijn fijne pads. Ze zijn lekker groot. Ze werken met enkel water. Maar je kunt ook gewoon je favoriete make-up product erop doen. Althans, verwijderingsproduct om je make-up ermee te verwijderen. Ze zijn heel erg lekker zacht. Dus je kunt ook echt goed onder de ogen en erop, waardoor het dus niet irriteert. Dus wel echt hele fijne pads. Alleen jammer dat ze zo moeilijk schoon worden in de was. Dat vind ik wel echt een iets wat ik vervelend vind. Maar ik merk het vaak bij dit soort pads, dat ze gewoon niet zo makkelijk meer schoon worden in de was. Dan heb ik een Hello Good Stuff Fresh Glow Peel Off Mask van Essence. En dit is een heel fijn gezichtsmasker. Hij is vrij van microplastic deeltjes, minerale oliën, parabenen, siliconen en PEX. Nou, dit is gewoon een masker. Ja, ik kan hem je niet echt laten zien. Er zit gewoon een er zit een dingetje op. Maar als ik die er afhaal, dan is alles van het masker. Het is dus een masker dat paars is van kleur. Je brengt het aan. Het droogt echt heel snel op de huid. Alleen het peel-off effect merk ik dat dat een beetje lastig is. Je trekt niet alles er heel makkelijk vanaf. Ik heb het op een gegeven moment gewoon onder de douche er allemaal afgehaald. Maar het is wel een heel fijn masker die mijn gezicht echt wel heel lekker zacht maakt. En gewoon mijn gezicht ook heel fijn doet aanvullen. Dus voelen. Het is een heel fijn masker. Er zit blackberry extract en hyaluronic acid in. En die blackberry ruikt ook heel lekker. En het is best een grote pot, want er zit 50 ml in. Het is wel echt een heel fijn gezichtsmasker. Alleen het peel-off effect, ja, is niet helemaal aanwezig, want ik kon het er niet zo makkelijk afpellen, helaas. Dan pak ik even wat producten bij elkaar, want die horen ook bij elkaar. En dit zijn producten uit de limited editie van Catrice, namelijk de My Jewels My Rules. Ik heb hier een uitgebreide video over opgenomen. Ik heb hier allereerst de blush parels. Het zijn gewoon pareltjes. Ze hebben de naam C01 Royal Blush gekregen. En dit zijn pareltjes. Ik ga ze niet meer schuin houden. Dat deed ik in de testvideo. En toen gingen ze overal heen. Maar hierdoor kun je een beetje de pareltjes zien. Er zitten verschillende parelkleurtjes in, waardoor je dus een verschillend effect zou kunnen creëren. Ik moet wel zeggen, het roze overheerst. Ondanks dat er verschillende kleurtjes in zitten, is de roze kleur heel erg overheersend. Dus het is niet zo dat die andere kleuren heel veel effect hadden voor mijn gevoel. Maar nou ja, het ziet er wel leuk uit. Dit is de swatch. Dus ja, hele mooie pareltjes. Op de swatch lijkt hij niet zo intens, maar op mijn gezicht was hij heel intens. Dan moest ik er echt heel veel moeite voor doen om het goed weg te blenden. Maar wel hele fijne pareltjes. Dan heb ik drie nagellakjes. Ik heb hier allereerst een rode. Dit was de C03 Royal Red. Een heel leuk kleurtje. Goede dekking. Ik zal even het kwastje laten zien, zodat je een beetje een idee hebt hoe die eruit ziet. Dat is die.
Heel leuk, ja, mooi kleurtje. Dan heb ik ook de C02 Apricot Crush. Dat is een oranje kleurtje. Ze chippen wel wat sneller, maar dat zijn we inmiddels wel gewend van dit soort merken. En een glitterkleurtje. En dit is de C05 Bold Gold. Maar die vond ik leuker als een topcoat dan als gewoon op de nagels. Want dan zie je heel erg je eigen nagels druk doorheen. Dus als topcoat heel erg leuk. Dan heb ik ook de highlighter, de losse highlight poeder. Die kwam in een heel erg mooi flaconnetje. Ik ga hem even niet swatchen, want je ziet hem bijna niet terug op mijn hand. Maar wel op het gezicht zag je hem heel mooi terug. Hij heeft de naam C01 Jewels All Over Me gekregen. En het is gewoon een hele leuke highlight poeder in een hele leuke verpakking. Ook heb ik dan een lip glaze en dit is de C03 Iconic Red. Een leuke lip glaze die ook echt wat kleur afgaf. Het is niet heel veel. Ze ruiken ook zo lekker, maar het is wel wat kleur. Ik zal even de swatch laten zien, dan zie je heel duidelijk dat er wel wat kleur afkomt. Maar hij is semi-transparant. Zo ziet hij eruit. En het laatste product uit die collectie, dat is het oogschaduwpaletten. En die ziet er echt prachtig uit met al die glittertjes. Dit is de C01 Hold My Jewels. En het is gewoon een heel erg mooi paletten met verschillende kleuren erin. Zo ziet hij eruit. Ik zal nog even een paar kleuren opnemen voor de swatch. En daar kun je wel leuke ooglooks mee maken. Goede pigmentatie, goed te blenden. En dit is dan de pigmentatie. Dus echt wel een heel erg mooie palette. Zowel van binnen als van buiten. Want je kunt er echt wel mooie ooglooks mee creëren. En dat is ja, soms wel eens de vraag. Maar de pigmentatie is heel erg goed. Dus ja, dit waren de producten uit die collectie die ik ook echt wel heel erg fijn vond. Dan heb ik van Essence een Baby Cut Blush. En dat is deze. Dit is een blush in een stickvorm. Ik heb hem in de kleur 10 Tickle Me Pink. En die kun je gewoon aanbrengen op je gezicht. En daarna gewoon eigenlijk goed inblenden. Zo ziet hij eruit. Als je hem omhoog draait, komt de stick mooi tot zijn recht. En dan breng je hem aan op je gezicht. En daarna kun je hem goed uitblenden. Hij is best wel... ja, intens, maar het is gewoon een mooie blush die ook echt gewoon werkt. Dus dat is hier de blush. Om maar even in dat thema te blijven heb ik ook de bronzer getest. En dit is de Baby Cup Bronze Stick. Die ziet verder hetzelfde eruit qua verpakking. Dit is de 10 Cinnamon Spice. En ja, eigenlijk hetzelfde verhaal als met die blush. Gewoon een hele mooie bronzerstick die je aanbrengt en daarna goed inblendt. En je zag echt het resultaat heel erg mooi terugkomen. De blush hadden ze nog in meerdere kleuren, maar de bronzerstick was er in één kleurtje. Zo ziet hij er dan uit. Best wel intens, het moet je kleur zijn, maar ik vond hem zelf wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Dan heb ik een Labello lippenbalsem, de 24 Hour Hydration. En dit is de Blackberry Shine met een nieuwe formule. En hij komt gewoon op deze verpakking. En het is een verzorgende lippenbalsem, maar hij geeft je tegelijkertijd ook nog kleur. Want er zit een heerlijke zoete braamaroma in. En... ja, waardoor je gewoon bijna die lippenbalsem wil opeten. Zo ziet de huls eruit. Die ziet er ook iets anders uit dan van de meeste Labello's. Want normaal... nou, hoe moet ik hem nou houden? Normaal loopt Labello rechtaf en deze heeft een schuine. Nou ja, het is niet heel erg boeiend of zo. Maar het is echt... hij ruikt zo lekker. Ik zou echt gewoon een hap hiervan willen nemen. Zo lekker ruikt hij. Hij maakt mijn lippen echt heerlijk zacht. En het is natuurlijk gewoon super leuk dat hij gewoon een lichte kleur afgeeft. Ik ben daar zelf wel dol op. Zo ziet hij er dan uit. Dus echt wel een hele fijne lippenbalsem. Die mijn lippen zacht maakt, maar ook tegelijk kleur geeft. En dat vind ik zelf altijd wel, ja, eigenlijk heel erg fijn, moet ik zeggen.
Dan heb ik van Essence een baked blush. Dit is de Pure Nude Baked Blush. En dat is deze. Ik heb deze in de kleur 08 Berry Cheeks. Het is een blush die in meerdere kleuren verkrijgbaar is. Het is een zachte textuur heeft deze blush. Maar omdat hij dus bol is, zie je dus dat hij baked is. Ja, hij zou je een frisse look geven. Ik moet zeggen, deze kleur is best wel intens. Zo ziet hij eruit. Ik zal hem swatchen. Deze kleur is best wel intens. Je hebt er echt heel erg weinig van nodig. Want hij is echt goed gepigmenteerd. En kijk, dit is hem dan. Ik vond deze kleur er heel mooi uitzien. Ik had hem online gekocht, want ik had ze in de winkels überhaupt niet gezien. En toen had ik hem online gekocht en dacht ik van, oh, je hebt echt heel weinig nodig van deze kleur. Maar het is wel echt een hele mooie blush. Dus echt wel heel erg leuk en echt dus in verschillende kleuren verkrijgbaar. En ik vond het wel heel erg leuk, want ze hebben echt jaren geleden een Pure Nude lijn gehad. Dat ze nu toch nog weer iets terugbrengen uit die lijn, want die lijn is inmiddels al lang niet meer te koop. Dat ze dan toch weer met zo'n blush komen. Dus dat vind ik wel echt super leuk. Even kijken. Dan heb ik van Catrice een Soft Glam Filter Powder. Dit is gewoon een poeder met meerdere kleuren. Heeft de naam 010 Beautiful You gekregen. Deze zou een soft focus effect geven op het gezicht en een radiant finish. Omdat hij dus een mix heeft van verschillende kleuren, zou die zorgen voor een hele frisse look. Kijk, hij ziet er heel erg mooi uit als je hem zo bekijkt. Echt heel mooi met die kleurtjes. Maar ga je hem dan swatchen? Kijk, is het eigenlijk gewoon een semi-transparante poeder. Je ziet hem heel licht. Ik heb hem hier geswatcht. Maar je ziet hem bijna niet, omdat hij dus toch wel een beetje transparant is. Dus hij is wel geschikt voor elke huidskleur, omdat je hem niet echt terugziet. Maar ik vond hem echt wel heel erg mooi. Ik vond dat hij mijn gezicht echt heel erg mooi afpoederde. En mijn gezicht zag er ook echt heel erg mooi uit na gebruik van de poeder. Dus ook zeker een hele fijne poeder. Dan heb ik echt ook een fantastische lippenbalsem. Deze kwam van de Friends collectie. Ik heb deze bij de Action gekocht. En zo ziet de verpakking eruit. Super leuk al. En dan is de lippenbalsem een koffiebeker. En er staat dan ook echt op: Mijn Coffee Life. Het is dus gewoon een lippenbalsem. En dan draai je de dop eraf. Hij ruikt zo lekker. En dan kun je hem zo aan de onderkant omhoog draaien. Zo. Kijk, en dan ziet hij er zo uit. En hij ruikt echt heel erg lekker. Ik vond eerst dat hij een beetje naar cacao rook. Maar hij ruikt dus naar vanille. En hij ruikt zo lekker. Hij voelt zo lekker aan op mijn lip. Ik hoef hem niet te swatchen, want hij is transparant. Oh, ik moet dan nog even aan die lekkere geur ruiken. Maar hij is zo lekker zacht op mijn lippen. Hij voelt echt heel erg prettig aan. Ik merk echt gewoon dat mijn lippen heel goed verzorgd worden met deze lippenbalsem. Dus echt ook maar gewoon super schattig om te zien. Dit zijn ook van die leuke lippenbalsems om cadeau te geven. En ja, die verpakking is natuurlijk ook gewoon heel leuk. Want als je hem dan zo in de winkel zag staan, dan zag het er gewoon echt super leuk uit. Dus dat is die lippenbalsem. En dan laat ik de laatste producten zien van deze maand. En dat is nog een trendeditie van Essence. Dat was de Love, Luck and Dragons collectie. Ik heb hier allereerst wat nagelstickertjes met de naam 01 Manifesting Love and Luck. Ik heb ze verder eigenlijk nog niet getest, maar ik heb ze er even bij gedaan om nog te laten zien. Nou, dan heb ik hier de lipstick houder en dat is de 01 Daily Dose of Dragon Look. Het is gewoon zo'n heel leuk tasje waar je dus je lipstick in kan doen met een hele leuke sleutelhanger van een draak eraan en een leuk kwastje. En daar kun je dus gewoon je lipstick in meenemen onderweg, wat ik heel handig vond. Ik heb hier allereerst de eyeliner en die is goud van kleur, echt een heel mooi kleurtje. Hij heeft de naam, oh jongens, dat kan ik echt niet lezen.
Nee, de naam kan ik echt niet lezen, want het is roze op goud. Maar het is in ieder geval wel een hele leuke eyeliner. Want ik dacht eerst, misschien ga je hem niet zo goed zien. Maar dat viel echt reuze mee. Met een heel fijn kwastje. En ik zag hem echt wel heel erg mooi terugkomen op mijn ooglook. Je kunt er hele fijne lijntjes mee zetten. Dat vind ik zelf altijd heel erg fijn. En het is ook wel leuk, goud. Ik vind bij sommige ooglooks goud echt heel erg leuk. Zo ziet de zwartje dan uit. Dus echt een hele leuke eyeliner. Dan heb ik ook de Lip & Cheek Tint. En deze heeft een 01 Wild But Cute But Wild gekregen. En dit is dus zo'n product die je zowel op je lippen als op je wangen kunt gebruiken. Ik moet zeggen, hij is best wel pigmentvol, maar je kunt hem mooi blenden, waardoor het resultaat best wel natuurlijk wordt. Hij had verder niet echt een geur, het heeft gewoon zo'n applicator. En als ik hem dan swatch, zie je dat hij een beetje semi-transparant wordt. Kijk, je ziet niet dat hij heel intens is qua kleur, maar wel echt een hele mooie tint. Zowel voor de lippen als ook op de wangen hoor, want het ging eigenlijk echt heel erg makkelijk. Het blenden ging makkelijk en op de lippen zag hij er ook heel erg leuk uit. Ook uit die collectie heb ik twee lipsticks. En deze komen in de namen 101 Energy Level Dragon Like. Dat is deze. Maar ik heb ook de nummer 2 en dat is Dragon's Dream in Red. En dat is deze met hele mooie... Kijk, ik zal even gewoon de huls laten zien. Dan zie je echt hele mooie huls zo. Het zijn creamy lipsticks. En dan zien ze er ook gewoon prachtig uit. Want kijk eens hoe mooi ze eruit zien. Met die mooie drakenmotieven erop. Hele fijne lipsticks die mooi bleven zitten. Voelen heel prettig aan ook op de lippen. Dan heb ik hier de tweede. En die is dan ook zo mooi vormgegeven. En die zal ik even naast swatchen. Ook deze collectie heb ik uitgebreid uitgetest in een video trouwens. Die zien er dan zo uit, de swatches, de roze en de rode. Dus echt hele mooie lipsticks die je ook heel fijn aanvoelt. En dat vind ik zelf altijd wel belangrijk als een lipstick fijn aanvoelt op de lippen. Het laatste product wat ik dan heb is het oogschaduwpaletten. Die ziet er zo uit. Heeft de naam 01 Follow the Dragon Sparks. Heel mooi paletten. De binnenkant staat ook een hele mooie draak. Bijzonder aan dit paletten was dat er ook een textuur in zat die je zowel droog als nat kon gebruiken. Dit zijn de kleuren en dit was dan die oogschaduw die je nat en droog kon gebruiken. Daar stond het ook echt letterlijk bij. Dus ik ga er even een paar swatchen en in een paar kleuren staat een draak. Die zie je hier en hier. Dus dat vond ik ook echt wel heel erg mooi. Ik heb de kleuren nu op mijn vinger zitten, dus die ga ik gelijk even laten zien. Dit was de pigmentatie van het paletten. Ik vond het wel echt een heel mooie paletten waar je zeker wel wat kanten mee op kunt. Ik zeg altijd wel, sommige paletten hebben niet hele originele kleuren. Maar ik vond deze kleuren toch wel echt heel erg leuk en uniek. En het was gewoon een heel fijn oogschaduwpaletten die gewoon echt ook heel goed werkte. Dus daar was ik ook echt wel heel erg blij mee. Dan waren dit mijn favoriete producten van maart. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij als een van deze producten hebt geprobeerd. En of dat jij ook misschien net zo enthousiast was. Misschien was jij helemaal niet enthousiast over een bepaald product wat ik heb getest. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of je misschien naar aanleiding van deze video denkt, ik zou nog wel eens een product willen testen. Deze trendeditie van Love, Luck & Dragons is inmiddels niet meer te koop. Misschien dat je nog wat kan vinden in uitverkoopbakken. Dat geldt ook voor de My Jewels, My Rules Limited editie van Essence. Misschien nog in de uitverkoopbakken, maar inmiddels is die wel uit het schap verdwenen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezichten drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!